Namens Arwin Amro Meespiersen van harte welkom. Ik ga in gesprek met John Ventenor van Vlissingen, eigenaar van de BCD Groep. Een groot bedrijf in de travel-industrie. Wereldwijd goed voor meer dan 25 miljard, 13.000 werknemers en een familiebedrijf, zoals hij zelf zegt. Wat is een familiebedrijf en wat is het belang daarvan en wat is het geheim van zijn succes? Ik ga met hem in gesprek. Ondernemer en zakenman John Ventener van Vlissingen richtte in 1975 familiebedrijf BCD Group op. Verrassend was het niet dat John zijn eigen onderneming startte. Ondernemen zit de familie Ventener van Vlissingen namelijk in het bloed. Het grootste familiebedrijf van Nederland, SHV Holdings, is namelijk in handen van deze familie. De BCD Group is een internationaal reisconcern en bestaat uit drie dochters en twee joint ventures. Onder leiding van John groeit BCD stevig door. Nog steeds, met regelmatige overnames en nieuwe initiatieven. Zo werden onlangs start-up Get Going en de Zweedse zakenrijsspecialist Ticketbiz ingelijfd. Als telg uit een succesvol ondernemersgeslacht is John een fanatiek pleitbezorger van familiebedrijven. Zo is hij de initiatiefnemer van de Familiebedrijven Award. Waarom zijn dit soort bedrijven zo van belang voor de Nederlandse economie? En hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf in de familie blijft? En wat als je eigen kinderen bijvoorbeeld niet willen? Fijn dat je even tijd kon maken. Uh, we hebben afgesproken om te beginnen dat we elkaar tutoieren. Ja, uh, voordat klopt. er iemand kijkt, uh, vooral mijn vader bijvoorbeeld, die zegt waar haal je de brutaliteit vandaan om meneer Fenton Van Flitsingen te tutoyeren, Maar dank dat dat uh, goed is. Um, ik heb net begrepen in een heel kort voorgesprekje wat we even hadden, dat als het gaat om ondernemen, dat, dat, uh, dat het eigenlijk is begonnen met goudvissen, of niet? Ja, dat klopt precies. En, ja, vertel ja, eens. Ja, 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 dat was, uh, ik was ongeveer twaalf jaar, toen kreeg ik van mijn uh, ouders vijf goudvissen cadeau. Ja. Uh, droeviger was, en laat je dan ook echt een traan bij... dat er meteen drie doodgingen. Ja, die gaan nogal snel dood. Ja, ja, en er waren er twee over. En toen zei mijn vader gelukkig... je moest ze ook niet in die kom laten. Ja. Uh, we hebben een vijvertje voor, zet ze daar maar in. Nou, dat deed we ook. Nou, daar kwamen honderden goudvissen uit. En toen was ik een keer bij mijn vrouw en die had zo'n mooi vijvertje. En die zei in Bildhoven... en die zei toen... ja, ik, ik vind die, die... dat vijvertje heeft geen kleur. Ik zei, mevrouw, daar kan ik wat aan doen. Goudvis. Als ik nou nu twee goudvissen verkoop voor twee kwartjes, dan heeft hij veel meer kleur in uw tuin. Nou, dat was een uitvinding. Er zijn heel wat tuinen, kan ik je vertellen, met vijvertjes in Beeldhoven. Ja. Dus ik ging dan op mijn fietsje met zo'n emmertje. En dan verkocht ik goudvissen. Met een, gewoon een emmertje zonder deksel? Ja, zonder deksel. Ja, Toen was er niet al dat plastic en al die makkelijke dingen. Dus dat is moeilijk fietsen. Probeert u maar straks eens met een emmertje te fietsen. Met, met twee, water erin. En twee, en twee goudvissen, goudvissen erin. Maar en de voorraad die kwam natuurlijk tot stand. Ja, die kwam natuurlijk dus dat was tot erin. stand. Go inkoop. Dit is de goedkoopste. Geen cadeau gekregen. Ja. Dat is nul. Allemaal In een maar, vijver, dat is nul. Ja. De transportdeek zelf, dat is nul. Dat emmertje was van mijn ouders, dat is ook nul. En de kwartjes werden wel betaald. Dus dat is een heel handel. prachtige, ja, dat is een perfecte handel. Maar het zijn wat kleine bedragen. Ja, ik vond dat toen hele grote bedragen, kan ja. ik je vertellen. Als je, ja. Daar kon je echt wel met je vriendin later, kon je naar de bioscoop van al die kwartjes oh. van de grootvissen. Ja, ja, ja. Had je daar tijd voor naar de bioscoop gaan met vriendinnen ja, Of was, het, was, was, was je als kind alleen maar al met ondernemend? Die heb je ook van die mensen die echt zijn. Nee, alleen ik, was, ik was heel slecht op school. Ik ben zelfs van school afgegooid. Oh, ja? En ben uiteindelijk, toen ben ik al ietsje ouder, op mijn zestiende jaar uh, gekomen in een heel strenge kostschool in, uh, in Engeland. Maar was dat op basis van het feit dat, uh, dat je ouders zeiden van uh, oh, we weten het niet. En dan maar naar kostschool was het een bewuste. Een, nee, een... Maar ik heb fantastische ouders gehad. En mijn vader, zo was die dan ook. Die heeft me op een gegeven moment in zijn studeerkamer genomen en mij gewaarschuwd. Dat ik me niet iets meer zou concentreren op, op school en toch alle studie. Hmm. Dat hij dan toch. Iets zou gaan doen. Nou, dat dacht ik na een maand is hij dat vergeten. Maar dat was niet zo. En op een gegeven moment heeft hij me weer in de studeerkamer genomen. en zei hij: Nou, ik hoorde dat van de school dat je daar niet meer de handhaven bent. En ik heb je op een kostschool neergezet. Wat was de reden dat je niet meer de handhaven was dan? Ja, ik. Ja, meer hield ik van feestjes en lol. Ja, ja. Oh ja. Ja, absoluut. <laughs> hoe, hoe zagen die feestjes er toen de ja, tijd uit? Ik had uit? veel kwartjes, dus ja. ik kon dat ja. nog gebruiken. Ook. Populair ja. op feestjes. Ja. Ja. Uh, een hele lange weg naar het heden, om maar eens een grote ja, sprong ja, te maken. Ja. Uh, uh, de BCD-groep, uh, want, want de voorgeschiedenis uh, met, met het familiebedrijf en SHV. Ik heb zoiets van, vandaag is het vandaag de dag eens Google en die vraag is al duizend keer gesteld. Ja. Uh, BCD-groep, een... Uh, dat is iets meer dan een kwartje. Ja, ik, ik las iets van 25, maar dan was het een miljard. Dus dat is ja, dat moet, moet je in tweeën delen. Uh, onze omzet is eigenlijk 15 miljard. Ja. Onze eigen omzet van onze eigen bedrijven. En dan hebben we een heleboel andere partners. Ja. Die moeten wel, dat is net als een franchise, die moeten voldoen aan bepaalde codes, normen, kwaliteit. En als ze dat dan allemaal doen... Dan mogen ze partner worden. Worden ze partner of dan worden ze partner en dan gaat dat ook onder de BCD-naam. Maar dat is eigenlijk niet onze omzet, of een beetje wel. Dat Precies. Is... Maar wat verkopen die dan, die partners? Die, die, die... Kijk, als wij een grote internationale klant krijgen. Ja. Uh, ik mag ook namen noemen, sommige namen. Neem maar Nestlé. Ja. ja, die zit in een heleboel klanten. Uh, Landen. landen ja. En dan uh, uh, zijn wij misschien in die landen van de 30 landen waar ze in zijn, zijn we misschien maar in 15. Dus dan moeten wij ook voor zorgen de reizen in die andere 15 landen. En dat doen dan onze partners. Oké. Okay. En dat zijn, dan hebben we hebben namelijk de focus ligt dat op. Dat zijn de zakenreizen. Precies. En daar hebben wij dan wat ik al zei, 15 miljard is ons eigen omzet. Ja. Om even af te ronden. En 10 miljard is, is uh, omzet van de paus. Is dat dan even? Ik ben maar een hele uh, simpele ondernemer, waar op dat eerste bedrag zit wat meer marge dan op het tweede bedrag. Is dat dan het verschil? Uh, of is dat te simpel? Ja en nee. Wij zij moeten voldoen aan een programma die wij dan maken dat, uh, dat uh, zij via ons hotelprogramma gaan. Yeah. Via bepaalde programma's die wij natuurlijk hebben. Dat is allemaal ja. technologie komt dan natuurlijk naar ja, boven. Ja, ja. En dan is het een beetje moeilijk te berekenen wie nou de marge heeft. Maar daar maken wij natuurlijk ook wel marge op. En waarom niet volledig inlijven? Waarom niet alles ownen? Niet alles Dat is doen? gewoon financieel niet haalbaar. Hm. Want wij zitten in 110 landen. Ja. Hoeveel landen zijn er? Twee, meer dan 200. Oké, okay. dus je bent nog niet klaar. Nou, ja, het zijn allemaal hele kleine eilandjes, kom je dan op. En dan vraag ik me af of, of we daar nou... Dat zijn nou juist waar je een partner hebt. Dat ja, is een precies. eiland misschien waar je wel naar moet komen. Ja. Maar daar, daar heb je misschien per jaar drie klanten. Ja, dat is voor ons niet, niet, rendabel. niet, niet rendabel om daar nou een apart apparaat voor neer te zetten. Waarom de uh, keuze voor het domein travel? Dat had zijn reden. We zijn er ook niet mee begonnen. We zijn eerst begonnen met onroerend goed en venture capital. Ja. Al heel vroeg, ook in Amerika. En we hebben ook nog steeds venture Capital in Amerika. En beginnen nu weer met Venture Capital in Nederland sinds enkele jaren. En het onrend goed gaat natuurlijk altijd in de cyclus, dat weet iedereen. Het is als het ware net als, als de varkens zeven jaar omhoog, zeven jaar omlaag, of welke vorm dan ook. Hm. Dat zie je ook duidelijk in Nederland. We hebben ook zeven jaar dat het eigenlijk kommer en kwel was en nu begint het weer te stijgen. Hm. Uh, en wij zaten dus hoofdzak in goed en in venture capital. En ja, daar was niet zoveel belangstelling voor. We kregen ook steeds meer regelgeving. Dat betekent, we hadden vele institutionele beleggers. Die konden in die vorm niet meer beleggen in Amerika. Die moesten eigenlijk allemaal gaan via fondsen. Ja. Dus wat dat betreft zagen we iets verdwijnen. En dan wil je iets nieuws opbouwen. En wij waren al bezig met de serviceindustrie. Dat trekt ons aan. Wij zagen dat omdat wij waren er al mee bezig. Het contact met de klanten en gewoon het, 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 het met elkaar overleggen over dingen, dat, dat lag ons toen al. Mm -hmm. En wij zagen ook verder de, de hele technologie, die stond natuurlijk in de kinderschoenen, maar dat daar grote toekomst was. Internet. Internet, die toen echt nog nauwelijks iets betekende. Ja, ja. Uh, en die twee factoren speelden een enorme rol om te kijken naar waar we in, in wouden gaan... En toen kwamen we bij de reiswereld uit. Ja. En toen bleek het ook: de derde wat wij wouden is, wij willen in een industrie zitten die nog aan het begin staat van consolidatie. En er waren maar liefst 33.000 reisbureaus in Amerika alleen. Allemaal van die hele kleintjes overal. Dus daar zie je kans. Ja. En de twee grote hadden minder dan 10% van de markt. Ja. Dus enorm versnipperd. Dan gaat het ondernemershart gaat open. Nu ja. hebben de drie grote, en daar horen wij dan gelukkig bij, ja. meer dan 50% van de markt. Is dat dus, goed? Want is, ik snap het. En vanuit ondernemersperspectief snap ik die strategie. Dat je inderdaad, ik kan me voorstellen dat je daar erg enthousiast van wordt. Van zo'n ja. beeld. En je denkt, zo, daar kunnen we slagen maken. Aan de andere kant hoor je dan natuurlijk, populistisch, maar hoor je natuurlijk, ja, daar gaan alle kleine reisbureautjes. Dat is ook die, zo. Die, dat is, ook zo. Dat is dat, is dat ook goed zo. of fout? Ik ben zelf iemand die het ontzettend leuk vindt om in een straat, winkelstraatje te lopen... en een klein winkeltje binnen te stappen. vind ik uh -huh. veel leuker dan de grote supermarkt. Uh -huh. Maar desalniettemin, eigenlijk, technologie werkt dat in de hand. Ja. De Nestle's van de wereld moeten natuurlijk enorm naar kostprijs kijken. Wij kunnen iets bieden wat die kleine bureaus niet meer kunnen bieden. Ja. Qua kostprijs. Ja. Wij kunnen ze ook op technologie, service, kwaliteit... Kwaliteitscontrole, al die soort zaken kunnen wij veel meer bieden ja. dan een ander. Wat zijn strategische thema's op dit moment? Als je kijkt naar de onderneming als geheel, op strategisch niveau, wat zijn op dit moment thema's die spelen? Eigenlijk de laatste 5, 6 jaar is het constant technologie. Ja? We hebben nu 65% van onze omzet, van die 15 miljard, 65% van de omzet is totaal internet. Raken wij niet aan? ...verzorgt de klant het van A tot Z. En groeiend Via was onze genoeg. computermodellen. Ja, en groeiend. En enorm. Ja, dat was... Uh, ik meen, drie jaar geleden was het nog 50%. Ja. Dus het is weer enorm gegroeid. We zien het wel ietsje afzwakken. Maar toch. Stel dat het nou twee derde van je omzet wordt... ...ik denk dat dan kom je ergens aan een grens op een gegeven moment. En dat heeft ook te maken dat wij ook een heleboel klanten hebben... ...die willen gewoon super superservice. Die vinden die internet niet belangrijk. Ja. Wij hebben ons enorm geconcentreerd op drie factoren. Eén is de farmacie. Daar houden we ook bij, een heleboel, bij onze afdeling Meeting en Incentive. Houden wij letterlijk iedere week meetings voor hun uitleg van hun nieuwe producten. Als we dan in Dallas zijn, zijn we de volgende week in Atlanta, en de volgende week in Miami, en zo gaat dat doen. En de tweede sector die wij gekozen hebben, is de voedselindustrie. Want daar zeggen ze van, dat zal altijd blijven. Dus wat ik al noemde, de nestlees van de wereld. En de derde, en dat, zijn we heel, dat doen we met veel plezier. En daar zijn we nu marktleider in. De moviewereld. Dus de filmwereld. Ja, wat? alle James Bond films die ja. gemaakt worden, moeten wel al iedereen vervoerd worden. Ook alle technische materiaal waar ik nu naar kijk. He, alle filmmaterialen en alle uh, dingen ja. moeten vervoerd worden. Er moeten allemaal okay. vergunningen voor zijn. Dat regelen wij allemaal. Dus je bent heel duidelijk... Een, is dat een product... Maar, dus je, jouw product... Ja, je pakt echt een heel duidelijk marktsegment... En daarvoor... We bewust je dat meteen product... toen we ah, begonnen. Okay. was de eerste maatschappij die we kochten, een reisbureau. De tweede maatschappij had niks met reizen te maken. was een technologiemaatschappij. Hm. En we hebben meteen, misschien na drie of vier jaar, ook meteen gekozen... dat zijn de drie sectoren, die vinden wij interessant. En staat farmacie niet onder druk? Ik weet ook wel, maar ook dat we als buitenstaande hoor. maar dat dat, dat laat ik zeggen, een jaartje of twintig geleden was het aantal zakenreisjes wat makkelijker te organiseren... dan dat de farmacie vandaag de dag kan doen. Is dat, is dat een negatief effect op, uh, het op jullie? Het tegendeel is waar, ja? want de concurrentie is toegenomen. Wat gebeurt er dan? Dan moeten ze nog harder hun product verkopen. Dan gaan ja. ze nog meer dit soort bijeenkomsten houden. Dus meer handel. Dus voor ons merken wij... Absoluut geen verschil. Over de 13.000 medewerkers, hebben we dat goed op dit moment? Ja, bij de Travel, maar als je totaal optelt, kom je ongeveer op 15.000. Die ken je niet meer allemaal? Nee. Is het een familiebedrijf eigenlijk? Absoluut. Waarom? Het heeft wat wij, vooral bij de top, maar ik, zie, ik ben iemand die enorm rondloopt in een bedrijf en met iedereen praat. Dat vind ja. ik ook leuk. Ja. Daar leer ik ook van. Ja. Maar in de top zijn we een van de bedrijven, daar zijn ze ook echt jaloers op. Uh, waar nauwelijks mutaties plaatsvinden. We hebben een constant hetzelfde team. Die, die, de, die, uh, die, die aanwezig is. die het bedrijf hebben zien groeien. en die eigenlijk ook. en dat is natuurlijk wat je niet altijd meemaakt. ook meegegroeid zijn. Hm. Die dat, dat blijkbaar dus aankunnen. En dat is allemaal op vrijwillige basis. Het is niet dat u ze binnenhoudt, zeg maar. Als het gaat om familieleden. Ach, je probeert ze wel eens binnen te houden. Er zijn heel wat gesprekken die je dan wel eens voert. Oh. Dat is waar. Dat gaat niet allemaal even, meteen even makkelijk. Ja. Dat is natuurlijk altijd zo. Ja. Maar, maar nee, wij zijn, wij zijn echt heel, heel, heel blij met het team die we hebben. We hebben ook... Ja, dat is bijna gevaarlijk, zeg ik bijna aan de ene kant. We zijn door Forbes Magazine zijn wij geweest als een van de beste bedrijven om voor te werken. Nou, voor een Nederlands bedrijf is dat toch heel aardig. Wij zijn nu al drie keer achter elkaar tot het beste reisbedrijf, zakenreisbedrijf benoemd. Dat is nog nooit gebeurd, drie hm. keer achter elkaar. Hm. Dus we doen blijkbaar iets goeds. Wat dan? Ik denk, wij merken het ook aan onze klanten. Daar, daar worden ze zelfs uh, met hun we daar houden we daar rekening mee. Hm. Uh, wij houden 98% per jaar van onze klanten vast. Dat is. Dat, meestal zitten ze op 91, 92. Wij zitten dus. Aanzienlijk hoger dan de industrie. En dat is wederom, wij zijn een zeer technologisch bedrijf. Wij lopen en proberen ook voor te lopen met de hele technologie die er is. En wij proberen ook, maar dat doen de anderen natuurlijk ook, echt service te leveren. Het grote voordeel dat we hebben, die heb ik al genoemd. Bij de anderen hebben we enorm veel wisselingen gezien. Van de CEO tot de CFO tot wie dan ook. Mm. Bij ons niet. Hetzelfde mm. team, die elkaar goed kennen. Die er nog altijd zijn. Hoe zorg je dat je technologie uh, embedt uh, in het geheel? Want dat, dat, dat is nogal een dingetje, ja, weet je. En, ja, ja. en, en dat, dat wat vandaag nog hip is, is morgen alweer oud. En, ja. en uh, hoe, hoe doe je dat beleidsmatig, technologie? Ja. Nou, het grappige dat we er gisteren net, net over spraken, of eergisteren was het. Wij zien een afname van de interesse voor al die apps die je overal hebt. Ja. Dan zie je gewoon een afname. Ja, ja hoe kan je, hoeveel kan je er nog hebben in je telefoon? Of ja. hoeveel kan je er nog hebben in. En er is gewoon toch een afname. Dus toch, daar begint voor het eerst een zekere verzadiging door, door te komen. Hm. Um, in de reiswereld zien we wel dat we constant bij moeten blijven met nieuwe producten. Dus het worden er niet meer. Het zijn er misschien de oude die daardoor worden weggelegd en een nieuwe die er weer bij komt. Het is niet zo dat het nou. ...daardoor tot stilstand is gekomen. Absoluut niet. En, en hoe beleg je dat? Is er centraal iemand verantwoordelijk voor? Ja, dat zie ik natuurlijk als ondernemer. Wat wij per jaar uitgeven aan technologie is niet ja? kinderachtig. Want, want hoe oordeel jij? Want ik, kan me voorstellen... ik oordeel dat niet. Want nee, nee. Dat, dat zou helemaal fout zijn. Hoe moeilijk is het om dat nee. los te laten? Als, want je kunt niet alles aansturen zelf. Nee, maar ik stuur niks meer aan. Helemaal niks? Nee, ik, ik, ik vertaal het wel eens. Waarom ik heb, geloof ik dat heb nou verschillende niet? schepen, daar staan allemaal kapiteins op ja? dit schip. Ja? En ik ben de reder. Oké, okay, de reder. Ik bepaal de koers. Ja. Uiteraard een overleg, want dat doe je met een kapitein. Uh, en, en de kapitein met zijn team, die vaart die koers die je dan met elkaar hebt overlegd. En hoe vaak moet je kapitein corrigeren als reder? Niet vaak. Nee. nee. Hm. Ik ben ook iemand die niet gelooft in. Uh, dat, dat is het, een denkwijze. Ik geloof enorm dat een persoon het beste is als je hem een grote mate van vrijheid geeft. Ik heb daar een keer in een speech gezet, Freedom within the boundaries hè, of responsibility. Ja. Dus ja, je moet wel met ze uitleggen, hier is het linkerpaaltje, hier is het rechterpaaltje, maar ga je gang maar. Wat heeft het voor mij voor een nut als de directeur uit Argentinië je belt met een of andere valutaprobleem? Of een of ander probleem wat hij heeft met stakingen die daar zijn. Dan zeg ik onmiddellijk: dat moet je zelf beslissen. Hm. Hoe zorg je. Ik kan volgens kijk, bij een familiebedrijf. familieleden die keien. Van, vaak is dat wel het geval. Die Argentijnse uh, directeur uh, 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 niet. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek krijgt. die niet familie zijn. binnen zo'n familieconcern? Nou, wij zijn natuurlijk nu zo groot. Dat 99%, van de, plaatsen, 99 van de plaatsen worden ingenomen door niet-familieleden. Ja. Dus dat is niet een factor die, die echt die, speelt. Nee. Die speelt niet meer. Maar, maar nee, in... en dat, zijn, dat ben ik ook niet. En dat ja. moet zien, dat worden natuurlijk voorstellen vanuit het managementteam. die dan zeggen: dat lijkt me de juiste persoon ja, op die plaats. En in hoeverre noem je het dan nog? Wat is dan de definitie van een familiebedrijf eigenlijk? Is het dan... Oh, dat zijn vele factoren. Oh, daar kan ik, kan ik vreselijk lang over praten, maar dat, dat ja. kan bijna niet binnen een half uur. Ja. Kijk, een familiebedrijf, het is zijn eigen geld. Dus noem mij een bedrijf op waar de bonuscultuur misgelopen is binnen een familiebedrijf. Gebeurt niet. Gebeurt niet. Ja. Het is zijn eigen geld. Ja. Hij wil wel een goede vergoeding geven. Ja. Hij wil wel waarderen met een bonus. Dus daar zijn ze ook niet tegen, maar de extreme dingen, daar zijn ze tegen. Daarbij is het ook niet belangrijk wat je per kwartaal verdient. Nee. Het is belangrijk wat je over de jaren verdient. Dat is een typische familiebedrijf. Wat bouw je op voor de volgende generatie? Hm. Ik heb het wel eens vertaald met de SRV. Toen die begon met macro's, maakten wij een verlies per macro van 3 miljoen in het eerste jaar. En daarna begon het winst te maken. Nou, dat zou een heel simpel sommetje zijn. Je moet nooit een macro bouwen, want het eerste jaar maak ik verlies. Hm. Hm? Dat was nooit nee, het nee, tegendeel is waar. Ja. Juist uitbreiden. Dus je winst gaat juist in de eerste jaren omlaag als je veel macro's bouwt. Maar best lastig om dan te opereren op de schaalgrootte waarmee een BCD-groep opereert. Veel kapiteins die geen familie zijn. En toch een wereldeconomie die niet als een familiebedrijf functioneert. Zeg maar. En wel wordt uh, een beetje ja, tot, tot door de spreadsheets dat, wordt gerund dat, ik, ik, en door de beurskoers. Ik ben ook, ik ben ook meer... Ik ben niet bang voor de technologie. Dat vind ik juist interessant, ja. uitdagend. En ik geloof dat ik een heel goed team heb om daar zich goed op in te passen. Ja. Ik ben meer bang voor de politiek in de wereld. De verschillende dictaturen die bestaan, daar moet je ook helaas binnen opereren. De verschillende, toch kijk maar naar Europa, de verschuivingen die er binnen Europa aan het plaatsvinden zijn. Hebben we wel of niet een Brexit? Wat voor een president krijgen we in Amerika? Dat geeft natuurlijk een zekere onzekerheid binnen het bedrijfsleven. En die kunnen wij zelf niet sturen. Dat vind ik een moeilijkere factor dan, dan het bedrijfsleven zelf. Is er iemand die dat wel kan sturen eigenlijk? Dit soort bewegingen als die nou schetst? Nee, want we hebben gelukkig in de meeste landen een democratie. Ja. Dat is ook maar goed ook. Maar je ziet natuurlijk wel tendensen. Denk maar aan Turkije met ja. geen persvrijheid. Ja. Zo kan je een heleboel factoren noemen. Waar het toch wel heel moeilijk ligt, zelfs in India, waar het dus enorme vrijheid is en zeer zeker een democratie, is er toch voor die ondernemers steeds meer beperkingen. Hmm. Dat heb je ook in China, waar je dus altijd met een Chinese partner moet samenwerken. En eigenlijk die Chinese partner maakt het meeste van de winst en zelf moet je maar hopen dat je winst maakt. En dat maakt het internationaal niet eenvoudig. Heb je daar princi principes in, in de zin van dat je bepaalde landen niet zult, gaan, uh, ja. niet zult gaan ondernemen? Ja, we hebben van een paar landen afscheid genomen. Zoals? Nou, laat ik die maar buiten, buiten dan niet als naam noemen. Maar we hebben bewust van een paar landen hebben afscheid genomen. Maar de redenen waarom? De uh, reden is bribery, omkoperij. Uh, ja. uh, uh, en dat wij zeiden, dat willen we natuurlijk niet. Dat kunnen we dan ook niet mee leven. Daar valt dus in die landen dan ook niet te werken. En dan hebben we het aan een partner verkocht. En ik moet eerlijk zeggen, wat die partner doet, dat weet ik niet. Dat is ook niet mijn verantwoording dan. Maar zelf willen we die verantwoording niet nemen. Maar dat is een klein aantal landen. Nou, dat uh, vergist u ze erin. Ja. Helaas is dat een enorm toenemende, zowel in de Far East als zowel in het Midden-Oosten, als zowel natuurlijk ja. in het Russisch gecontroleerde ja. deel. Is allemaal is dat een enorm moeilijke factor. En dus, oké, okay, dus dat Want is een daar, thema. In die landen je... zijn wij dan ook niet. En dat moet je vandaag de dag denk ik ook als bedrijf, hè, Voordat je het risico loopt dat je, ja, hoe moet ik zeggen, de wereld wordt natuurlijk transparanter, hè? Want wat is goed ondernemen? Ja, wordt die wel transparanter? Ik ja. vraag me wel eens af, met al die technologie die we hebben, met al die informatie die we hebben... Ja, wat weten wij van omkoperij? Hm. Niks. Hm. We weten wel dat het bestaat. Hm. Weten wij wat de omvang is in de wereld? Ik heb er nog nooit een rapport over gelezen. Hm? Dus het bestaat dit... en het bestaat helaas in steeds meer landen. Hoe houd je het bestaat te... helaas ook in Nederland, dat weten we ook. En dus zul uh, je in een groeiend aantal landen vertrekken eigenlijk dan ook? Of mag dat zo niet zijn? Nee, sneller? want het hangt er vanaf hoe de omvang is. Kijk, in Nederland kan je natuurlijk heel fatsoenlijk en goed zaken doen. Ja. Kan je ook in de meeste landen in Europa. Ja. ja? ja. Uh, dus dat kan je ook in Amerika. Uh, bij Zuid-Amerika kom je al, nou, niet bij ieder land... Uh, nou, noemde ik al het Midden-Oosten. Kan je het ook wel, sommige landen zeer zeker, maar sommige landen weer ietsje minder? Ja. Dus ja, dat is wel, wel goed in de gaten houden. Um, ja, het is bijna een soort, hoe, 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 als je naar die toekomst kijkt, wat zie je dan voor bewegingen? Nou, wij zien als bewegingen, en daarom dat we er ook steeds meer mee te maken krijgen. Uh, 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 grote bedrijven worden steeds internationaal. Ja. grote bedrijven komen daardoor in steeds meer landen. En willen steeds meer één reisbureau. Want ze komen er niet uit met al die gecompliceerde zaken. Daar hebben we het nou juist over. Ja. En daar kunnen wij juist een enorme factor in spelen. En ook een vertrouwen. Ze willen ernaar. ook een, wat je noemt, een, een, een reisprogramma uh, uh, hebben. Ik kom hmm. ik ben te veel Engels, maar ja. dus een, 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 een travel policy. Ja. Die willen ze hebben. En, okay. en ja. dat, dat betekent ook dat je, je begint eerst begint met uitgebreid te bespreken. Welke vliegtuigmaatschappij wil je? Welke ja, kortingen ja, ja. wil je wel? Welke klasse hotel wil je? En dan maak je zo'n enorm uitgebreid programma. Ja. En daar gaat ook zo'n reis, zo'n bedrijf, gaat volgens die normen reizen. Ja, precies. En dan besparen ze, als ze echt groot zijn, miljoenen. Ja, 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 ja ik snap het. Ja, en dat ja. kunnen ze ja. niet met vijf reisbureaus doen. Nee, nee, nee. Dus vandaar die grote worden steeds groter en de kleintjes worden steeds meer specialisten. Het belang van familiebedrijven is dus duidelijk. Ja. Um, jullie zijn ook betrokken bij een stichting. Uh, stichting familiebedrijven. Ja, laat ik alleen van tevoren noemen. Waarom hebben we die stichting opgericht? Uh, wij vonden, of ik zelf vond, en daar merk ik ook vele ondernemers vinden hetzelfde. Dat de overheid eigenlijk weinig aandacht besteedde in het verleden aan familiebedrijven. Terwijl er best wel veel zijn. Hè? 50% van de werkgelegenheid zijn familiebedrijven. Ja. De meerderheid van de bedrijven in Nederland zijn, zijn familiebedrijven. Ja. De, de, ik zou bijna zeggen, ook de, de nieuwe banen die daar komen, komen het meest van familiebedrijven. Want de grote, daar hebben we eigenlijk in het interview over BCD over gehad. De meeste grote bedrijven gaan in hoge mate naar het buitenland toe. Ja. Ja. Dus voor de werkgelegenheid zijn familiebedrijven uitermate belangrijk. En wat moet die Stichting dan gaan doen? En die Stichting wil daar meer aandacht aan besteden. Hoe belangrijk die familiebedrijven zijn. En hoe doe je dat? Nou, dat kan je op allerlei vormen doen natuurlijk. Nou, we hebben dan gekozen dat we één keer per jaar. Uh, uh, kiezen wij uit een bedrijf die onderzocht wordt door KPMG. En die kijkt dan naar honderden bedrijven. Kiest er dan uiteindelijk 60 uit. Van die 60 kiest hij er weer 12 uit. En die 12, die worden nog een keer door het bestuur uitdrukkelijk bekeken. Die laten dan, dan terugkomen tot 3 A4. Mm. En uit die 3 A4 worden ook echt persoonlijke bezoeken ook gebracht. En met die directies gesproken wordt er één gekozen... En die wordt dan jaarlijks uitgereikt. Dat gaat het niet alleen om die prijs. Het nee. gaat juist om die aandacht die we dan krijgen. En dan is het ook op, op dat moment heel goed mogelijk... om een, weer een boodschap naar buiten te brengen... hoe belangrijk die familiebedrijven zijn in Nederland. Hoe lang, hoe lang bestaat die stichting nu? Wij komen nu tot de vijfde uitreiking. En tussen uh, een paar jaar bestaat die nu. Ja. En we hebben ook gezien, en dat vinden we ook ontzettend leuk... dat, uh, dat Rutte heeft één keer de prijs gegeven. Eén uh, keer heeft ook uh, Maxima het gedaan... Maar ook uh, de president-directeur van de ABN AMRO heeft dat ook een keer gedaan. Zalm heeft dat een keer gedaan. En uh, dat, dat schept ontzettend veel aandacht, gelukkig. En wij zien dus ook nu werkelijk met de, met de pers, zien we in allerlei vormen... Uh, uh, ik ga dus zelf ook een televisieprogramma weer houden... In de zomermaanden over allemaal familie. Ja. En dat hebben we verleden jaar gedaan. Dat had een grote kijkdichtheid. Ja. Dus dat had blijkbaar grote belangstelling. En wij zullen nu weer een vele bedrijven de revue laten passeren. In, in drie uur achter of drie, om de week is het dan. Een uur lang verschillende familiebedrijven. En ik, ik praat als het ware de teksten aan elkaar vast. En, en, uh, dat, de voiceover. Nou ook, ook voice-over, maar ook uh, dat, ik, dat ik zelf <laughs> met mijn kop op tv sta. Maar dan als, als duiding. Je geeft ja. mening over die uh, bedrijven. Ja. 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 En, maar bekend of. Nee, maar, ik geef niet een mening over bedrijven. Dat nee? vind ik niet dat ik dat moet doen. Nee, nee? nee, dat doe ik niet. Maar ik geef wel een mening weer over hetzelfde. Ik zeg dus weer, er zijn zoveel. Honderdduizenden bedrijven in Nederland die familiebedrijven precies, zijn. Precies. En hoe belangrijk dat is. En wat is dan het positieve effect van.? Want het sorteert dus uh, blijkbaar effect in de vorm van aandacht. Ja. Of het nou zo'n ja. event is of het is een televisieprogramma, alles eromheen. Maar wat is daar dan weer het effect van? Ik bedoel, wat, wat is het het, doel? Effect, het effect daarvan is dat de politiek hopelijk meer aandacht eraan besteedt. Uh, nou, Ik heb bijvoorbeeld verschillende voorstellen gedaan. En ik zie dat ze nu weer overigens nog bescheiden bedragen, daar wel op ingaan. We hebben ook weer voorstellen gedaan... hoe ze zouden kunnen helpen bij start-ups. Ja. Hoe ze zouden kunnen helpen bij bedrijven die ietsje langer bestaan... met een financieringsvorm die de overheid niks kost. Niks kost. Want de, dat... zij kunnen tegenwoordig met 1% kunnen ze geld uit de markt lenen. Hmm. Als ze dit zeg maar door zouden geven voor 3% zelfs... Hmm. dan zal zelfs nog die nieuwe ondernemer daar heel blij mee zijn... Daar zullen natuurlijk helaas een paar het niet halen. Hm. Maar omdat je ziet al met die 2% marge, als je maar een paar jaar bezig bent, dan bouwen ze nog een reservebom ook. Dus uiteindelijk, als je weer kijkt wat dat kost, is dat ongelooflijk weinig. Hm. Ik zeg dan wel, het moet via een erkend. Fonds lopen. Dus niet, dat is natuurlijk voor de overheid te gecompliceerd. Niet rechtstreeks aan het bedrijf. Nee, er moet een erkend fonds zijn. die dan die leningen krijgt om aan die bedrijven te geven. Maar wat heeft het met een familiebedrijf te maken? Want dat is toch goed om voor start. Dat is het start... begin van een familiebedrijf. Ja, ja. Tuurlijk. Hm. Het begint altijd vaak met één à twee personen rondom de keuken. we moeten, want daar moet, en dat, en dat is wat we moeten blijven promoten. Dat het ja, goed ik, en ik, fijn ik, is ik, om ik, vanuit... mij. Ik zeg wel eens lachend in een speech, ik begon met twee tafels. Of nog eens, overdrijf ik nee. zelfs. Met één tafel, twee stoelen, twee persoon personeel en een typemachine. toe. Zo begon het natuurlijk. Ja. En, en als je daar nou dat extra duwtje aan geeft. Ja. dan zouden vele bedrijven mogelijk nog bestaan. en wederom dat helpt de werkgelegenheid. En, de, en, het, en, het, en het verdiepte familieband. En het verdiepte familieband, ja, precies. Dus die stichting, om daarop terug te komen, is opgericht aandacht te besteden aan familiebedrijven. Hoe belangrijk die zijn. Als je nou neemt, het, onze buurland, en dat is toch een redelijk succesvol land, Duitsland, 60% van de werkgelegenheid komt van familiebedrijven. Ja. Merkel gaat naar ieder belangrijk evenement over familiebedrijven. Is er altijd bij, omdat ze beseft hoe belangrijk dat is. Ja. Nou, dat moet je soms de Nederlandse regering nog even uitleggen. Hoe word je zo'n grote uh, ondernemer? Want uh, ik heb je een paar jaar geleden ooit een keer ontmoet op de Week van de Ondernemer. Het, het MKB is het, het wordt de smeerolie van, van Nederland genoemd. Hoe maak je nou die stap van uh, het MKB, waarbij je uh, omzet min kosten is winst. Je hebt wat medewerkers, je stuurt je factuurtjes allemaal. Je bent zelf aan de bak uh, nee. tot uh, het niveau waarop een BCD groep opereert. En de rol uh, die juist Reder daarin hebt en de kapiteins. Hoe maak je zo'n stap van klein denken naar groot denken? Ja, dat, dat, dat doe je niet meteen. Hm. Kijk, toen wij natuurlijk begonnen hadden we helemaal niet als plan... om een wereldspeler te worden. Helemaal niet. Ik zou wel zeggen, dat zou wel zeer arrogant zijn en als we dat hadden. Nee, oh, wij, wouden, wij wouden in het zuidoosten van, van Amerika... Wouden we in ieder geval wel een belangrijke partij zijn. Hm. Maar toen kwam er iets. En ik geloof dat ondernemen heeft ook een, in hoge mate te maken... Ook met het geluksfactor. Wij stapten natuurlijk precies op het juiste moment technologie reizen samen, begonnen wij daarmee. Hm. Veel sterker dan de oude reisbureaus die nog aan technologie moesten wennen. Ja. Dus die begonnen allemaal een achterstand. En een legacy hadden van veel. En een legacy kantoren, hadden van nou, ja. veel te veel ja. kantoren ja. Nou, enzovoort, enzovoort. Ja. Uh, uh, dus wij hadden al meteen een voorsprong. En toen kwam er bij ons een kans die ook een echte ondernemingskans is. Een, 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 wij hadden toen, inmiddels groeiden wij al. We hadden een omzet van een miljard. En toen konden we iets overnemen van 2 miljard. Maar dat bedrijf maakte wel verlies. Dus dan moet je wel een paar keer rekenen of je dat wel tot winst draait. Want inmiddels ga je van 1 miljard uiteraard naar 3 miljard. Ja, maar je rekent wat verder vooruit, zoals je al eerder had. Je rekent uitleken. dan verder vooruit. Ja. Dan moet je je financiering krijgen en dat wil niemand geven. Ik kan ik me ook bij voorstellen. De banken zeiden toen. Dat vinden we nou, nou niet wat we willen. Ja. Toen hebben wij gevonden een partij. en die zit tussen zeg maar, het reisbureau. en de, de, de vliegtuigmaatschappijen. zit de computermaatschappij. in dit geval is het Seber. Die hebben gevonden. en toen hebben we echt iets verzonden. Wat, waar ik nog steeds zo moet glimlachen. Toen hebben we gezet, als wij nou alles wat wij nu erbij kopen. via jullie boeken. verdienen jullie eraan. en iedere keer. Dat wij een ticket via jullie boeken, gaat er 3 dollar af van de schuld. We leenden 25 miljoen dollar, dat is een serieus bedrag. Ja. Dachten dat we dat in 5 jaar kwijt zouden zijn, door deze boeking. In 4 jaar waren we onze schuld kwijt. Wat zegt dat? Geluk en slimheid? Nou, dat zegt geluk. En, en wat de Amerikaan zo mooi zegt, thinking about outside of the box. En niet te operationeel misschien? is dat Nee, ook niet een... te operationeel. Want anders dan ga je naar, nou, ja, maar hoe werkt dat dan? En dan heb ik straks heel veel mensen nodig. En hoe organiseer ik dat dan? Nee, nee dat, dat zegt... hebben we wel gedaan. We dat hadden wel. zelfs twaalf groepen, die keken allemaal één naar de sociale consequentie. Andere, wat betekent dat voor, voor de administratie? Hm. De volgende, nee, we hadden juist dat enorm in groepen ingedeeld. En die hadden ook allemaal hun plannen al ingediend voordat we die. Overname deden. Moet je altijd groot worden of is MKB zijn met... Ik denk dat hangt vanaf waar, in welk soort bedrijf je zit. Hm. Als je in de zakenkantoren zit, moet je groot zijn, ja. Daar haal je, ja of je moet de kleinere bedrijven willen bedienen, dat kan. Hm, hm. Maar die gaan weer naar technologie toe, kijk het probleem. Ja. Want die gaan natuurlijk heel makkelijk zelf boeken. Nee, ik denk in zakenreizen kan je niet anders dan heel groot zijn... Uh, want je hebt, wij hebben het dus nu inmiddels, daar zijn we ook trots op, 24% van de Fortune 500 doet zijn reizen via ons. Daar zitten bedrijven bij, die zetten om 300, 400 miljoen per jaar. Aan zakelijke, dus uh, per reisjes. dag meer dan een miljoen, per werkdag. Ja. Meer dan een miljoen. Ik denk hoeveel tickets dat zijn met hotels, met auto's, met misschien congressen, met al ja. dat soort dingen. En in bredere zin moet iedereen groot denken, want je hoort dat ook op die ondernemerscongressen: iedereen moet internationaal, iedereen moet dit. En ik kan me voorstellen, joh, ik, wil, ik, heb, ik heb drie restaurantjes in een regio en natuurlijk, dat ding doet vijf uh, miljoen kan dat per jaar. Ook. Nee, maar natuurlijk kan dat ook. Ja. Nee, ik denk dat je steeds meer ziet in de wereld of klein en specialistisch en dan echt dat super service en alles erop. Of. Dat kan. Kijk, als je, ja. als je zegt: ik ga me helemaal specialiseren op Safaris hm. en daar weet ik nou alles vanaf, hm. nou dan kan je heel goed leven. Ja. Dus klein, groot, niet ja, ertussenin. tussenin. De tussenin is een gevaarlijke. Een paar dingen die ik nog wil weten. Eén, wat zijn dieptepunten geweest? Als je eens terugkijkt, ondernemers, technisch, dan niet zozeer privé, maar ondernemers. Wat zijn de zware momenten geweest? Vaak zijn het, dat het, de leermomenten het, het, het allerzwaarste moment was voor ons 11 september. Dat is, dat, dat, daar kon ik echt een paar jaar geleden niet eens over praten. Dat Want werd toen, emotioneel. Stond, toen stond alles in één keer stil. Nou, wij hadden toen een kosten van een miljoen per dag. En elf, jaar, elf dagen zet je niks om. Hm. Nou, dat is makkelijk sommetjes, dus 11 miljoen was er weg. Maar zat daar de emotie in? Nee, de emotie zat erin dat wij voor het eerst mensen moesten ontslaan. Hm. Wat hebben wij toen gedaan? Dat is weer thinking outside of the box. Toen hebben wij onze grote klanten benaderd. En gezegd, dit, hier zitten wij voor deze situatie. Kan je ons helpen? Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Hm. En een heleboel van die hele grote klanten... Die zei, ja, want wij vinden het team zo goed. Dan willen we gewoon hoger betalen. We willen dat team blijven betalen, alhoewel de omzet er niet is. 60% dat is enorm hoog, zei daarop ja. Nou, die kosten hadden we dus afgedekt, maar 40% niet. En daar moesten we dus wel maatregelen nemen. En daar hebben we gezegd, ik wil dat ook persoonlijk doen. Dus we hebben top 5 mensen, zijn door Amerika gaan reizen. En ik heb zelf genomen New York, dat is ook logisch. Wanneer, is kon naartoe, dan, wanneer kon je daar naartoe dan? Een week later okay. was ik daar. Ja, ik zat alleen in het vliegtuig. Ik zeggen dat is niet veel. Ja, mensen, niemand hè? durft in het vliegtuig, maar ik denk, ik ga er naartoe. Dus ja. ik zat in New York, Orlando en Dallas ben ik naartoe gegaan. En de anderen hebben andere plaatsen genomen. En dan hebben we het volgende gedaan. Daar heb ik, um, uh, we hadden ongeveer, ik meen 120 mensen, alleen al in New York. Dan nam ik ze voor een half uur. Nam ik in een, een zaal, in, in, in de zeg maar net zo'n vergadering als hier, twintig mensen. Maar die waren in shock half. Dus, in shock, die die ja. zaten op mijn en onder. Die, ja, die hadden het door en Dan open ik ook altijd hetzelfde. Ik zei als iemand het niet volhoudt om te blijven zitten. Je loopt gewoon de deur uit. Hm. En uh, als je er problemen mee hebt. Je mag ook iedere vraag stellen. Er is geen enkele vraag nu onbeleefd. Hm. Dat doen we dan ook. Nou, ik, had er ook, ik heb daar echt, echt krijg de rillingen weer als ik aan denk. We zaten in die vergaderingen. Er ronde twee. Dames te huilen. Ik zei, we stoppen even de vergadering. Tien minuten en dan beginnen we weer opnieuw. En wie terug wil komen, kan terugkomen. Wie niet, dat begrijp ik. Toen ben ik naar die twee toegelopen en zei, waarom, waarom ben je zo, zo wat is de, mag ik dat vragen? Waarom ben je er zo emotioneel bij betrokken? En toen zei ze, nou, gisteren werkten wij nog bij American Express en al mijn collega's zijn dood. Nou, dan, 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 dan word je even stil, hè? Ja, want die zaten in de tintaal. Ja, en wij zaten daar ook met een heel klein kantoor. We hadden daar iets van vier, vijf mensen, helemaal bijna gelukkig op de begane grond. Hm. Die zijn allemaal naar buiten gelopen. Hm. Maar één medewerker, die was zo in de war, die meldde zich niet. En die, die tijd had nog niet iedereen zo'n nee. telefoontje. Ja. En dat was voor ons ook heel vervelend. Want die, natuurlijk begon de familie te bellen: Weten jullie iets? En en ja, niet. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: we, we weten niks. Hm. Nou, gelukkig die heeft de nacht in het park geslapen. Echt waar, in het park geslapen. Zo was hij ondaan. En, en de volgende dag meldde hij zich gelukkig kantoor. En toen wisten we dat wij gelukkig uh, geen, uh, uh, geen persoon hadden die daarin omgekomen is. Hoeveel mensen heb je uiteindelijk moeten ontslaan? We hebben toen, weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar dat was ongeveer 200. Uh, en uh, daar hebben we wel een paar afspraken over gemaakt. Hm. Daar hebben we het Nederlands sociaal systeem opgezet. Dus ze hebben allemaal een vergoeding gekregen, wat in Amerika niet echt gebruikelijk is. We hebben ook gezegd, we gaan, uh, jullie hele programma met dokter en health plan zetten we gewoon voort ja. voor de komende zes maanden. En jullie zijn de eerste die we weer aannemen als het beter gaat. En uh, dat, dat is toen ook gebeurd. En toen is 60 procent na zes maanden zat weer op zijn plaats. Hm. En die 40 is natuurlijk ook minder dan sommigen die gingen dan trouwen of verhuizen hm. of hadden opeens een ander idee. Dus dat is een heel hoog percentage is weer teruggekomen. Hm. Dat is een heel bijzondere tijd. Dat was ja. toch een enorme dieptepunt ook voor het bedrijf. Ja, ik kan me helemaal goed voorstellen. En dan moet je echt, er zijn ook verschillende reisbureaus die hebben het niet gehaald. Nee. nee. Dan moet je echt niet. leiderschap tonen. En dan moet je ook, ook uh, te staan voor je mensen. Ja. Um. Ik, ik, het is altijd lastig om dit te zeggen met alle respect, maar je bent al best wel wat jaartjes aan het ondernemen. Ja. Normale ja. mensen van jouw leeftijd die ja. doen echt hele andere dingen. Ja, ja, dat Hoe hou jij je scherp? Door mijn kleinkinderen. Dat klinkt nou heel raar, maar we praten over technologie. En ik loop ook echt als mensen toe en zeg: ja, Ik heb nou weer iets gehoord en dan weten ze het meteen. Hè? Ja. En dan gaan ze het ook voordoen ook. En dat vind ik dan ook leuk om te zien. En, en, en dat houd je enorm scherp. Dus ik, ja. de, 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 ik zou bijna mijn geheime raad van commissaris... op technologie zijn mijn kleinkinderen. Misschien is dat nog wel een hele goede tip voor meerdere ondernemers. Ja, en ja en, want het is de de echt raad, leuk hoor. Het ja. is echt leuk. En oh. ze leren me ook veel. Want ik heb dan die iPad die daar, daar is. En uh, ja, die gebruik ik ook echt. Daar krijg ik ook mijn berichten binnen, heb mijn programma op staan en allerlei dingen. Maar zij leren me ook allerlei dingen erop. Ze weten helaas mijn nummer. Dus af en toe dan. Begrijp je wel wat er gebeurt? Ja. Dan wordt de iPad gebruikt. Ja, dan, dan, dan allerlei andere dingen op de, de iPad. En weten ze ook nog wat dat rode boekje is? Zeg maar? of, uh, mijn kleinkinderen? kleinkinderen niet zoveel. Binnen het bedrijf de, weten ze het heel goed. Want, wat staat er, want dat is een berucht boekje, of niet? Nou, beroemd wil ik het noemen. Beroemd? Beroemd, beroemd. beroemd is een ja? negatief. Beroemd is wat positief. Is, wat, wat, denkt, wat denken nou, je mensen? Nou, ik ben nou helemaal iemand die zoveel dingen aan zijn kop heeft... dat je heel snel natuurlijk iets kan vergeten... die je morgen iemand wil vragen. Of Morgen met iemand wil bespreken, of misschien over een maand met iemand wil bespreken. Zet ik allemaal in dat boekje. Dus, dus uh, ik, ik ga nu naar New York toe, dan kom ik over een week terug. Nou, er staan al tien puntjes staan erin, wat ik na New York met verschillende mensen moet bespreken. Wat ga je doen in Zodat New York? Zodat ik, dat ik uh, niks dingen vergeet. Wat ga je doen in New York? Plezier. Plezier, wat ga je doen? Ik heb afspraak gemaakt met een paar vrienden. Ik zie wel even onze CEO. Die zie ik even, want ik moet een paar dingen met hem bespreken. Maar verder is het. Puur lol en plezier. Ik ga met mijn vrouw. En uh, dat is het dan. Dankjewel voor dit interview. Bijzonder plezier. En uh, kijk voor meer inspirerende interviews met inspirerende ondernemers op financialfocus.nl namens Awien Amroop Mees en dank voor het kijken. Dag.